allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben zo erg verkouden en zo erg ziek. Maar ja, ik ben al een tijdje wakker. Het is 7:15 en het is zaterdag. Ja, ik weet het vroeg, maar ik ging ook vroeg naar bed om 7:00 en mijn wekker ging omdat ik nog aan stond. Wow, je kan me echt niet horen door mijn verkoudheid. En, oh, ik heb het zo koud. Daarom zet mijn armen helemaal op pyjama zo. Maar oh my god. Goedemorgen. Want ik ben helemaal alleen wakker en ik heb geen voedsel. En het is 7:00, dus hoe de fuck moet ik eten? Eindelijk voedsel en ja, dit laatste stukje laat ik altijd, want ja, daar heb ik geen zin in. Want dat is brood. Met kaas. En melk. I love milk. Hoi allemaal, Janet en ik gaan nu naar de Albert Heijn. En ja, we gaan voedsel kopen en ja. Of we gaan naar buiten sowieso, maar ik weet niet, wat zullen we buiten doen? Zullen we skaten? Nee, ik weet niet, maar we gaan nu. Als ze wilt aankleden, want ze doet er echt heel lang over. En ik ben nog steeds verkouden en ik vind het echt niet leuk. En ik ben echt zo fucking moe. Niet normaal. Oké, maar ja, we gaan nu naar buiten en ja. Ik ben nu aangekleden, even schoenen aandoen. Tutorial houdt de strikje veters. Ik ga het allemaal zien, hoe moet je veters strikken? Oké, maak eerst het los. Doe het open, doe het om je voet heen. Doe het strak, ja oké. Dan trek je het mooi. Dan maak je een knoopje. Je maakt een lusje en dan door het lusje maak je nog een lusje. Dan ben je klaar. Maar ja, we zitten nu weer thuis en we moeten echt gaan nu, Janet. Hoe lang duurt het wel niet? Een uur om aan te kleden. Ja. Hoi allemaal, vandaag gaan we lekker... Oh, ik ga chips kopen bij Albert Heijn. Goed idee. Vandaag gaan we naar Albert Heijn en Janet wil niet meer met me mee. En dat vind ik niet meer aardig. Nu moet ik alleen. Allemaal, we zitten nu in de lift. En naast je spiegel. Waarom wil je dat vlog, Janet? Alsjeblieft. Alsjeblieft. Dan mag je een ga ik iets voor je kopen. Oké? We zijn net naar de Albert Heijn geweest en nu hebben we brood en chips en chocola en alles. En nu hebben we lekker voedsel en dan kunnen we wel lekker eten.